De Nederlandse waterpoloosters hebben de tweede wedstrijd in de World League verloren van Rusland. In het Russisch Astrakhan gingen de vrouwen van Pontkoort Sharno Havega onderuit met 9-6-0-1-6-2. 1 2 en 2 1 Oranje treedt in de World League met een vioende ploeg. Routinea Zemin Smit nam onlangs als laatste van de Gouden Olympische ploeg van 2008 afscheid als international. Een matig tweede kwart brak de waterpoloosters op in Rusland. Een 1 0 achterstand werd door de rezinnen omgebogen in een 6-3 voorsprong en die marge gaven zien het vervolg niet meer uit handen. Voor Nederlands scoorden Sabrina van der Sloot. 3. Laura van der Graaf. Brigitte Sleking in Lieke Klaassen. Nederland had de eerste wedstrijd in november thuis met 7-6 gewonnen van Hongarije. Oranje speelt op 30 januari in Nederland de derde wedstrijd tegen Spanje. De uitvlag geeft een bittere smaak. Het vertoonde spel en de kansen die we hebben gecreëerd in deze wedstrijd zijn niet zoeter. Liet de bondscoach Jan Waterpolo.nl weten. In de tweede periode werden enkele fouten aan onze kant afgestraft en liepen we in de bekende Russische val. Wij waren zelf in de afronding niet overtuigend genoeg. Havengraal liet tijdens de oefenstage in de Verenigde Staten en bij de wedstrijd in de World League in totaal 19 speelsters in actie komen. Dit heeft interessante informatie opgeleverd en ik ben dan ook tevreden over deze fase, concludeerde hij.